The Lady Vanishes van Hitchcock. Ik heb Evans pas vrij laat gezien. Roetman ook eigenlijk. Dus eigenlijk in de periode dat ik in Parijs op de filmschool zat. Dus van mijn 18e tot mijn 20e. Toen heb ik een hele hoop dingen gezien. Maar ja, ik ben eigenlijk meer beïnvloed door Alain René bijvoorbeeld. Dus door de speelfilms. Vorm. Nou ja, daarom ben ik altijd zo geïnteresseerd geweest in Hitchcock. Hè? Het is een totaal kunstmatige wereld, maar waar je op een zeker moment toch in betrokken raakt. Op een zeker moment, het is ook bekend, zet hij zich gewoon voor een geschilderd decoortje. De twee geliefden. In Marnie, geloof ik. Het is een beroemde scène. Dan staan ze op een duintop en daar is dan hun eerste emotionele, amoureuze contact eigenlijk tussen Sean Connery en Tippi Hedren. Dan staan ze gewoon in een soort panorama van mesdag. Dat is dus één uiterste, zo kun je zeggen. Hè? Dus dat is eigenlijk helemaal uit de structuur denkend. En het andere uiterste is gewoon het toeval en het bruisende leven wat gewoon niet tegen te houden is, wat ontstaat. En dat zijn eigenlijk de twee polen waarin ik werk. Altijd die aanraking van het gezicht door de fotograaf. Dat probeer ik een paar keer te krijgen. En dan vraag ik hem ook, doe het nog even. Of, ja, dat doet hij ook graag. De natuurlijke acteurs, hè? En daar is hij er dus een van. Dus hoe zij zelf reageren op in het beeld te zijn, dan merk je dat hij dat op een vanzelfsprekende manier doet, hè?